Ah, ik ben Peter en ik ben spoorkraanmachinist. Nou, ik heb in januari, februari was ik takken aan het versnipperen samen met een collega. En daarbij kwam er een blokkade. Nou, die heb ik samen met mijn collega opgelost. Alles gedaan om het veilig te doen. Maar helaas, tijdens het vrijmaken werd er een dreiging gegeven aan het vliegwiel. Waardoor ik met mijn hand bekneld raakte en ik mijn vingertopje ben kwijtgeraakt. Voordat ik hier bij deze bedrijvenhond werk natuurlijk, ben ik 16,5 jaar beroepsmilitair geweest. Meerdere uitzendingen gedraaid waarbij je dan in gevaarlijke gebieden komt. En dan kom je er altijd ongeschonden uit. Ja, en dan met zoiets simpel raak je eigenlijk een stukje van je vinger kwijt, om het zo maar te zeggen. In de hakselaar of versnipperaar. Door het werken met de kolomboor of de zaag. Tussen de klep van de vrachtwagen of de lepels van de heftruck. Er verdwijnen veel vingertopjes en soms ook hele vingers. Ze zijn afgeknipt of bekneld geraakt. Je vingers zijn je beste en belangrijkste gereedschap. Gevoelig en superhandig. Je gebruikt ze de hele dag door en ze kunnen overal bij. Die vingers, die wil je dus echt niet kwijt. Het gaat mis als je even snel iets wilt oplossen. Als je een storing moet verhelpen bijvoorbeeld. En geen veiligheidsmaatregelen neemt. Of als je haast hebt. Het gaat ook mis wanneer je in de buurt van de kraan werkt en de communicatie met de machinist niet goed gaat. En het gaat mis als je blijft haken aan je ring of met kleding en al in een machine wordt getrokken. Als je een vinger of een gedeelte ervan kwijt bent, dan moet je op je werk, maar ook privé heel veel aanpassen. Werken, maar ook eten zoals je altijd gewend was, lukt niet meer. Je krijgt ook fantoompijn. Pijn of jeuk aan een lichaamsdeel dat er niet meer is. En het is altijd een vinger van je dominante hand, waar je dus het meeste mee werkt. Let maar op. Dus wees zuinig op je handen, je vingers en je vingertopjes. Doe ringen af en draag gladde, nauwsluitende kleding. Werk veilig als je een storing oplost. Gebruik daarbij ander gereedschap dan je vingers. Voorkom haast. Werk rustig en zorg dat je elkaar begrijpt. Laat beschermingen altijd op zijn plaats zitten. Je kan natuurlijk een ongelukje nooit uitsluiten, maar hiermee hoop ik dat andere mensen niet hetzelfde krijgen eigenlijk. Ja, ik mis 2 centimeter van mijn vinger, maar ja, dat had meer kunnen zijn. En ja, om hier aan mee te werken hoop ik dat dat in de toekomst bij andere mensen niet gebeurt natuurlijk. Sowieso zorgen wat ik heb gedaan eigenlijk is de machine uitzetten. Neem je sleutels in je zak, zodat niemand anders ongewild de machine kan starten als jij er met je handen in zit. Ja, en doe het eigenlijk alleen en niet zoals ik samen met een collega. Kijk, als je alleen aan het wiel draait, dan zitten nooit je handen ertussen. Ja, nu is het met een collega gebeurd en ik zat er met mijn hand tussen en hij draait aan het wiel. Dus ik denk dat het beste is gewoon om het in je uppie te doen. Ja, gewoon de rust pakken en hou je kopje erbij.